op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Is hier het graf van Jezus? We zijn er bijna, Isar. Nog even geduld. En zal ik dan eindelijk Jezus zien? Je zult zien dat hij uit de dood opstaat. Zoals hij heeft gezegd toen hij leefde. Ja? Ja. Maar je zult hem niet in het gezicht kunnen zien. Waarom niet? Kun jij tegen de zon in kijken, Isa? Nee. Waarom niet? Omdat het zonlicht veel te fel is. Ik doe altijd vanzelf mijn ogen dicht. Zo zal het nu ook gaan. En het licht van Jezus is nog feller dan dat van de zon. Soldaten? Het is maar goed dat ik hun baas niet ben. Dat zou ze een standje krijgen. Ze moeten het graf bewaken en wat doen ze? Slapen. Maar als ze wakker worden en ons hier zien? Ga daar maar even staan, Isa. Vlak naast het trotsblok. En hou aanzieners dicht bij je. Daar gaat Jezus. Hij is opgestaan. Daar gaat hij. Ik heb het zelf gezien. Ik zei je toch dat ik je het allerbelangrijkste zou laten zien? Jij bent de enige getuige, Isa. En daarom heb je belangrijk werk te doen. Ga naar Jeruzalem en vertel iedereen wat je gezien hebt. Wat zullen de mensen opgewonden zijn? Nu moet iedereen wel geloven dat Jezus de koning van de wereld is. Wacht even. Ik moet je nog één ding zeggen. Ja? Het zal niet meevallen, Isa. Want mensen zijn hardleers. Jawel. Maar geef de moed niet op. Ook al wordt het nog zo moeilijk. Want het zal niet lang meer duren of je zult bij Jezus zijn. Jezus is opgestaan. Ik heb het zelf gezien. Hij is niet dood. Hij leeft. Horen jullie? Hij leeft. Jezus is de koning van de wereld. Als dat niet. Ja, dat is die jongen die ik bij het meer van Galilea gezien heb. Thomas. Thomas, kom en luister. Wat fijn dat je naar Jeruzalem bent gekomen, Thomas. Dus jij bent nu ook een leerling van Jezus. Ja, hij kwam te laat. Hij is gestorven. Nee, Thomas. Dat is nou juist het wonder. Hij is opgestaan uit het graf. Hij leeft. Hoe kwam dat nou? Ik was erbij. Ik heb het gezien. Je moet me geloven. Heb jij hem echt gezien? In levende lijven? Het licht was te fel. Ik kon alleen maar zijn voeten zien. En ik heb gevoeld hoe hij zijn hand op mijn hoofd legde. Alleen zijn voeten gezien? Ze zagen er vreselijk uit. Gewond door de spijkers. Ik wou dat ik erbij geweest was. Geloof je me nou nog niet, Thomas?
Ik wil jou wel geloven, maar... Wat nou maar? Ben je dan niet verschrikkelijk blij? Ik had het zo graag zelf gezien. Zo graag. Wij hebben hem gezien. Maar het duurde een tijdje voordat we hem werkelijk zagen. Waar hebben jullie hem gezien? We waren op weg naar huis. Naar Emmaüs. Helemaal verslagen door de gebeurtenissen in Jeruzalem. Toen kwamen we een man tegen. En we nodigden hem uit om bij ons te eten. En onderweg praten we wat met hem. Hij scheen helemaal niet te weten wat er de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd was. Hij liet ons alles vertellen over Jezus van Nazareth. En hoe hij gekruisigd, gestorven en begraven was. Hij luisterde geduldig. En toen we thuis kwamen en aan tafel gingen, brak hij het brood en gaf ons elk een stuk. En toen zagen we zijn handen. En toen pas begrepen we dat het Jezus zelf was. Maar voor we iets konden zeggen, was hij weg. Nou, toen zijn we natuurlijk zo snel als we konden teruggegaan naar Jeruzalem om het aan iedereen te vertellen. Ik ga hem zoeken. Ik wil hem ook zien. Maar als je hem niet vindt, Thomas, geloof dan alsjeblieft dat wij je verteld hebben. Ik zal mijn best doen, kleine koning. Wij moeten door. We willen de leerlingen van Jezus zoeken. En ik ga het aan iedereen vertellen die het maar horen wil. Jezus van Nazareth is niet dood. Hij is opgestaan. Leve de koning van de wereld. Wat zei jij, kleine koning? Jezus leeft. Ik heb het zelf gezien. Zo, zo. Nou, dat is nieuws, zeg. Dat zal Caiaphas interesseren. De hoge priester? Wil hij het ook horen? Vast wel. En uit jouw mond. Want jij bent daarbij geweest, zeg je? Ja. Kom dan maar mee naar het paleis van de hoge priester. Zo, zo. Dat is nieuws. Jij was er dus zelf bij. Ja, hoge priester. Ik heb het gezien. Hetzelfde verhaal als van de wachters bij het graf. Ik heb zo minder laten overplaatsen. Dat gerucht moet in de kiem gesmoord worden. Ik kan me voorstellen dat je opgewonden bent, jongen. Maar je moet dat verhaaltje voor jezelf houden. Wat bedoelt u? Jij bent de enige die het gezien heeft. Misschien heb je wel gedroomd. Een mens kan soms wonderlijke dingen dromen. Nee. En daarom verbied ik je om er verder over te praten. Met geen mens. Heb je dat goed begrepen? Nee. Nee? Iedereen moet het weten. Luister eens, ventje. Als jij je mond niet houdt, gaan er vervelende dingen met je gebeuren. Kan me niet schelen. Jij bent een koppig kereltje. Als je hiermee doorgaat, laat ik je gevangen zetten. Dat moet dan maar, want ik zal mijn mond niet houden. Nou, je hebt er zelf om gevraagd. Soldaten, zet hem en die ezel op water en brood tot hij belooft dat hij zijn mond zal houden. Dat zal hem een lesje leren. En tegen de tijd dat hij weer vrijkomt, zijn de geruchten de wereld uit. Hier, Asinus. Het laatste stukje. We delen het. Jawel, jij hebt het ook nodig. Die Caiaphas, hè, die vond me koppig. Maar hij is het zelf. Iedere dag laat hij vragen of ik mijn mond zal houden. Hij leert het nooit. Ja, dom, hè. Hij zou nog toch zo langzamerhand moeten snappen dat wij nooit zullen zwijgen. Hè, Asinus? De priester geeft je nog één kans, kleine Isar. De laatste, zegt hij. Ben je bereid Jeruzalem te verlaten? En nooit met iemand te praten over wat je gezien denkt te hebben? Gezien denkt te hebben? Wat ik gezien heb? Dus... Zeg maar weer tegen Caiaphas dat we het iedereen zullen vertellen die we tegenkomen. Aan de hele wereld. Isar, wees nou verstandig. Je weet niet wat je te wachten staat. Caiaphas wil dat we jou en je ezeltje onthoofden. Toe, Isar. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Kun je niet net doen alsof? Hoe? Alsof? Alleen maar zeggen dat je je mond zal houden. Dan ben ik overal vanaf. Nee, dat is niet eerlijk.
Dan moeten we... We zullen eerst jou... We weten hoeveel je van je ezeltje houdt. Als we eerst jou, dan hoef je dat tenminste niet te zien. Isar. Isar. Kom maar, Isar. Waar ben ik? Bij mij. Bij je vriend. Die ik zo lang gezocht heb? Ja. Eindelijk. Ja, eindelijk. Ik heb zo naar je verlangd, kleine Isar. Het spijt me dat ik zo lang op heb laten wachten. Oh, het geeft niet. Maar ik wou dat door jou iedereen over mij hoorde. Uit de mond van een kind. Een heleboel mensen wilden niet eens luisteren, Jezus. Maar jij hebt je best gedaan. Kijk eens. Azinus. Eindelijk zijn we allemaal bij elkaar.